In deze video ga ik het hebben over de puzzels die je kunt aanschaffen bij de Ozobot. Hoi, ik ben meester Sander en in deze video ga ik je weer iets interessants laten zien wat jij kunt gebruiken in de klas. Zo'n 2 jaar geleden heb ik een video gemaakt over dit kleine robotje, een Ozobot. En een Ozobot kun je programmeren door een lijn te tekenen en ook op een iPad en sommige Ozobots ook met Blockly, Ozoblockly. Een super tof klein robotje die je eenvoudig kunt inzetten in jouw onderwijs dus. Nu kwam ik nieuwe materialen tegen, namelijk de Ozobot Puzzle en de Ozobot Puzzle AR, dus Augmented Reality. Nou, je weet, als je mij volgt, dat ik Augmented Reality echt super tof vind. In deze video ga ik je eens laten zien hoe het werkt. Hoe werkt de Ozobot even in het kort? Hieronder zitten sensoren en die zien wat voor kleurlijn er onder hem loopt. En hij volgt die lijn en je kunt hem programmeren met kleurcodes. Wil je meer weten? Check dan mijn video van 2 jaar geleden over de Ozobot. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Maar dan nu, de puzzels die ik hier heb. Ze komen uit Polen, ze worden daar ontwikkeld, maar gelukkig zijn ze gewoon in het Engels, de opdrachten die erop staan. En het werkt gewoon met de kleurcodes die bekend zijn bij de Ozobot. Dus die kun je ook in het Nederlands afdrukken als je wilt dat de leerlingen die gewoon kunnen lezen. Wat krijg je dan? Je krijgt 96 elementen en die zien er zo uit. Elk stukje past op de ander, dus elk puzzelstukje is hetzelfde. En wat is nou het mooie? Je kunt gewoon heel eenvoudig een parcours maken, zoals ik hier ook heb liggen. Je zet de Ozobot erop, soms moet je hem nog even kalibreren, dan maak je een zwarte stip. En dan laat je hem rijden over het parcours. Welke stukjes heb je daar dan bij? Want ja, je kan je voorstellen, niet alle kleurcodes zitten erin. Nou, in principe krijg je kruispunten, bochten, T-splitsingen en de meeste rechtdoor. Dan krijg je 2 start puzzelstukken. Even kijken hoor. Ga rechtdoor. Sla linksaf. Ga rechtdoor. Even kijken. Of nee, dit is linksaf. Ja, ga rechtdoor. Dit was ga rechts. Ik zat niet goed op te letten. Ga rechts natuurlijk. Deze is nog interessant. Omdraaien en game over. Die kun je gebruiken. En pauzeren. De tornado hebben we nog. En slow en turbo. Dus terwijl snel en langzaam. Dit zijn de blokken die je kunt gebruiken bij deze puzzel. Het zijn 96 stukken. En wat ik gewoon merk is dat je er snel mee aan de slag kan. Het nadeel van de stiften is natuurlijk dat ze op een gegeven moment opraken. Je moet wel een dikke lijn ook maken bijvoorbeeld. En hiermee kun je gewoon opdrachten klaarzetten. Bijvoorbeeld wat ik nu heb gedaan is een parcours gemaakt. Die kun je klaarleggen voor de kinderen. En je zou de kinderen kunnen vragen dat die een bepaalde route moeten afleggen. En dat zij dat gaan doen. En je geeft ze bijvoorbeeld 2 puzzelstukken. Ga rechts en ga links. Dat zou kunnen. En zo geef je de opdracht om ermee aan de slag te gaan. Wat ik in de praktijk merk is dat vooral jonge kinderen het al fantastisch vinden om een parcours te maken. Dus dat is het eerste wat je met jonge kinderen hiermee doet. Gewoon een parcours laten neerleggen en dan laten ervaren. Wat doet die Ozobot? En even voor jullie nog, als hij op een kruispunt komt waar hij geen opdracht heeft, dan kiest hij gewoon random wat de Ozobot gaat doen. Dat is gewoon eigenlijk duidelijk. Dus, wat kan je hiermee? 96 puzzelstukken om een parcours te maken. Kun je opdrachten bij bedenken. Je kunt kinderen opdrachten laten maken. Je kunt hem ook een route laten maken. En dat kinderen er dingen bij maken. Je kan er een spel van maken. Maak een parcours met 10 stukjes. En kijk welke Ozobot het snelste is. Neem de tijd bijvoorbeeld op. Maak er een spel van. Laat kinderen om de beurt een stuk pakken en samen een parcours proberen te maken. Je kan ze ook 10 stukjes geven en zeggen, hier moet een, bedenk het maar. Zoek het passend bij het thema en jij kunt het toepassen. Nou, dan heel tof.
Je hebt nu de uitbreiding en dat is met augmented reality. En dat betekent dat er een app bij zit. Je hebt dus een tablet nodig van Android of iPad. En wat je dan kan, is deze zwarte stukjes hier bijvoorbeeld inleggen. Nou, dat ga ik even doen. En dan zul je ook wel gelijk zien dat je weer opdrachten kunt bedenken. Want je kunt bijvoorbeeld deze zwarte stukjes veranderen in vogels, dieren, verkeersborden, wat je eigenlijk maar wil. Dat doe je in de app en je kan de challenges selecteren en je kan een vrije modus selecteren waarin je als kind of als leerkracht vrij bent om te bepalen wat er op zo'n zwart blokje komt te staan. Nou, ik laat hem weer rijden en nu kan ik bijvoorbeeld zeggen, zorg ervoor dat de ozobot eerst langs die vogel komt en dan langs die. En kinderen moeten dan dus een parcours maken of het parcours zo aanpassen met deze blokjes, met deze puzzelstukjes, dat het verhaal klopt. Dus daardoor wordt het nog concreter en zie ik ook beter dat je de opdrachten zichtbaar maakt voor de kinderen. Anders moet je er gewoon een plaatje in leggen. Dat kan natuurlijk ook, dat print je gewoon uit. En nu scan je met de iPad de zwarte stukjes. Het wordt iets, je zou er ook een les over kunnen geven als je over vogels bezig bent bijvoorbeeld, of over dieren, over de winter, er zit een sneeuwpop in bijvoorbeeld. Ja, dat is gelijk concreet iets waar je mee aan de slag kan. Dan zul je zeggen, ja, dan moet ik dat zelf doen. Ja, je moet het wel zelf doen. Je moet zelf iets bedenken. Er zit een Poolse website, een Academy bij. Als je die in Chrome opent op je computer, kun je hem gewoon vertalen. Ik heb hem ook gewoon gevolgd. Dat vraagt alleen wel even wat van jou. Daar zitten ook lessen bij. Die PDF vertaalt hij niet automatisch. Dus het vraagt wel van jou als leerkracht dat je zelf activiteiten hierbij bedenkt. Wat gaan de kinderen doen? Dat is aan jou als leerkracht. Ik heb net al een heleboel voorbeelden genoemd. En dat kan ook in combinatie met de augmented reality stukjes. Puzzelstukken. Die koop je dus los erbij. Deze is een uitbreidingsset van deze. Dan nog iets tofs. Want op de Poolse website van EduSense. Want dat is de maker van deze sets. Kun jij ook online puzzelstukken ontwerpen. Kijk hoe cool. Dus ik heb deze baan die hier ligt nu ontworpen in de digitale omgeving. Ook deze is dus in het Pools. Gelukkig kan je wel de helpsectie vertalen in Chrome. Dus dat moet je wel even aanzetten en de kinderen leren hoe dit moet. Dit is met jonge kinderen dus niet zo makkelijk. Ik zie me wel voor je dat je dit op je digibord doet met jonge kinderen bijvoorbeeld. En dan ook gewoon gaat raden wat er gaat gebeuren. Wat leuk is, je kunt hem op 1A4 printen, maar je kan hem ook op ware grootte printen. En dan zul je zien dat één puzzelstuk precies even groot is. Dus dan zou je ook voor jonge kinderen kunnen zeggen, oké, ik maak een voorbeeld. Die print ik uit, die leg ik neer en kinderen maken het voorbeeld na. Dat is natuurlijk een mooie oplossing. Er zitten allemaal voorbeelden in deze omgeving. Ik vind het echt wel tof dat ze dit gedaan hebben. Je kan dus zonder de puzzelstukken al bezig hiermee. Wat ook kan, is dat je zegt, ja, maar ik heb maar één set puzzelstukken en ik wil dat ik met de hele klas ermee bezig ga. Wat je dan doet, is je laat kinderen op een Chromebook of een tablet ermee aan de slag. En dan laat je het printen of naar jou sturen, want er staat ook een linkje bij waar jij het weer mee kan openen. Kijk, hieronder komt hij op de printer staan. En die kan je ook gewoon benaderen vanuit jouw computer bijvoorbeeld. Zodat je het weer kan printen en een aantal kinderen iets kan laten maken. Je hebt niet de augmented reality blokjes, of in ieder geval die heb ik er nog niet in gevonden. Het is wel zo dat je veel meer opties hebt dan bij de 96 puzzelstukjes. Hieronder vind je de link naar het maken en de lessen op de website van EduSense. Nou, dit is wat ik wilde vertellen over deze materialen. Heb je nou vragen? Stel ze hieronder. Stuur een mailtje naar sander@meesterzander.nl. Kan ik je altijd verder helpen? En voor nu wil ik je vragen, heb je iets gehad aan deze video? Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, want dan krijg je de volgende keer weer een nieuwe video van mij. Met toffe materialen en apps voor in de klas. Ik zie je bij de volgende.